Goedemorgen. Er is dus iets, want... Ja! Oh nee! We terug van school en ik ben in de Lily Store. Hier is dus mijn nicht. Yes. Dit is mijn winterjas, jongens. Goedemorgen lieve kijkers, het is vandaag maandag 24 september. Ik denk dat heel veel nu naar school zijn. Ja, oh. Leuk dat jullie kijken naar mijn weekvlog. Zoals jullie zien is dit mijn eerste weekvlog ever. Ik heb nog nooit dit gedaan. Dus tips zijn altijd welkom en ik ga gewoon een beetje kijken wat ik ervan vind. Ik ga best wel leuke dingen doen. Ik heb deze week, ik heb namelijk elke week een ander rooster van school. Dat is dan wel weer een beetje kut. Maar deze week heb ik best wel chill rooster. Vind ik zelf, ja, mooi. Vandaag ben ik vrij en ik heb zo rijles om 9 uur tot 10:30. Mijn tweede rijles. En ja, ik ben benieuwd. Nou, er komen best wel leuke dingen aan. En dan kunnen jullie ook wel aan de titel zien. En ik ga nu proberen om elke week een weekvlog te doen. Deze intro is zo gigantisch lang. Maakt niet uit. Oké, ik ga snel eten. En veel kijkplezier. Waar zit het knopje? De mensen die mijn morning routine hebben gezien. Dat overigens best wel lang geleden is. Die weten wat ik elke ochtend eet. En ja, het is nog steeds hetzelfde. Zo slecht. Don't do this at home. En dan nu de boosdoener. Instellingen goed heb staan. Ik heb er al helemaal mee zitten prutsen. En anders zie ik het wel. Het is mijn eerste vlog toch. Ik ga nu eten. En dan spreek ik jullie. Oh jongens, het is ochtend. Spreek jullie zo weer. Ik ga jullie even voorstellen aan iemand. De rest is allemaal gone. Mijn moeder is na het werk. Mijn zus is naar school. En kijk eens wie we hier hebben. Nou jongens, dit is Ukkie. Hey. Was jou weer helemaal wild aan het gaan? Kel, wat heb je allemaal gedaan, joh? Heb je je voet... Deze jongen, of meid, ik weet niet, maar in ieder geval deze, hè? Oh my god, het lijkt zo op mij. Dit vreet gewoon al het voer in 1 minuut op. Als ik het bijvul, dan gaat hij er gelijk naartoe rennen. En alles vreet hij gewoon in 1 keer op. Ja, jij bent gewoon een vreetzak, kleine marmel. Ja, gaan we pakken dan? Ik voel gewoon maar eten. Hé, hey, niet bijten. Dat is niet lief. Goedemorgen, Ukkie. Goh, ga jij maar weer even verder. Verder is die heel lief, hoor. Ik ga verder eten. Officieel herfst. Woehoe. Ik laat nog even zien wat ik aan heb. Ik fluister een beetje, want mijn zus slaapt nog. Ik wil ook niet wakker maken. Ik dacht dat ze naar school was. Nog niet dus. Ik heb een hele grote trui aan van Chiquelle. Hele ketting. Nou, waarom nou een trui? Het is 7 graden, echt. Zo koud. Dus ja, dikke trui aan. En even legging. En ik ga sneaks aan doen, want ik ga toch alleen rijden. Dus, don't care. Ik heb trouwens iets heel leuks van mijn schoonouders gekregen. Een pakketje van Body Shop. Het is al een beetje in elkaar gevallen, maar zo lief. Ik doe even mijn bril op, want anders zie ik niks met rijden. En dan ga ik vandoor. Dus ik zie jullie zo. Nou jongens, ik ben terug voor rijden. En het ging echt goed. Ik heb nu volgende week maandag weer rijles. En dat wordt dan mijn derde. Dus ik vind het echt leuk. Ik vind het oprecht heel leuk. Ja, ik ben gewoon nog bezig met koppelingen zo en dan dat soort dingen. Maar op een gegeven moment als je dat door hebt, dan komt het allemaal wel goed. Het is nu. Even kijken. 10:45. Ik ga even eten. En vandaag met school bezig. En vanavond ook nog werken. Dus niet echt een boeiende dag verder. Maar voor de rest van de week is het hartstikke leuk. Dus ik neem jullie sowieso mee. Ja, ik ga nu eten maken en met school bezig. Dus ik zie jullie straks wel weer.
Als jullie een keer een planvideo of zo willen zien, laat het me weten. Dan wil ik dat best wel een keertje opnemen, want ik plan echt elke week. Dus ja, als je dat wil zien, laat het me even weten. Wanneer jullie kijken, staat er al een winactie online. En die winactie is met Instagram. En dat doe ik met een paar andere meisjes van Instagram. En dat is een kledingpakket te waarde van, ja, 1000 euro hebben wij dan. En dat kun je dus winnen. Dus dan moet je even naar mijn Instagram gaan. Dat is Floor Delft. En dan kun je dit kledingpakket en al die van hun kun je dus winnen. Het waarde van 1000 euro. Dus dat is natuurlijk super tof. Nou, zoals je ziet zie ik er weer heel anders uit. Ik ga nu naar het werk toe. Want ik moet werken tot sluit. Dat is 9 uur als ik geluk heb. Jullie zien mij morgen weer. Ik ga voor nu de vlog afsluiten. Of niet de hele vlog. Gewoon de dag afsluiten. En tot morgen. Doei doei. Goedemorgen. Ik kan niet zo hard praten. Want mijn zus slaapt nog. Mijn moeder. En die wil ik niet wakker maken. Ik ga naar school. Ik heb tot kwart over 1 school. Dus ik ben om 2 uur terug. En dan ga ik verder voor jullie vloggen. Dit is wat ik aan heb. Het is erg donker. Wacht. Deze trui is van de Bershka. Super mooi. En gewoon een zwarte broek. Dus ik ga er vandoor en ik spreek jullie vanmiddag. Doei. Dus het is 4 graden. 4 graden. Oh, verschrikkelijk. En ik heb nog geen winterjas of iets. Dus dat wordt een leerjasje met een sjaal. Oh, verschrikkelijk. Kijk, het is best wel helder weer op zich nog. Maar ja, dan is het altijd het koudst. Dus ik ga nu echt snel naar school. En als ik dus terug ben, wil ik jullie wat vragen of vertellen wat betreft mijn haar. Dus ik word er helemaal gek van. Maar goed, dat komt nog wel. Ik ga nu echt naar school. Want anders kom ik te laat. Oh, zo koud. Nou, ik sta nu buiten. God, wat zie ik eruit. En ik weet niet of jullie me horen, want ik sta dicht bij school. Maar er is dus iets, want ik heb uitval. Wat betekent dat ik had nu een gesprekje gehad, nou dat ging gewoon goed. Maar dat ik nu 2 uur moet wachten op een hoorcollege. Nou, dat ga ik niet doen. Dus ik ga nu de stad in. Ik ga een nieuwe winterjas scoren. Want dat heb ik nog niet. Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen en daarna ga ik naar huis. Dus ik ben lekker vroeg thuis. En dan ga ik daarna wel gewoon met school bezig. Zodat ik me niet schuldig voel dat ik nu naar huis ga. Maar ik ga gewoon niet 2 uur wachten op een hoorcollege. De PowerPoint staat toch online straks. Dus ik ga nu de winterjas scoren en ik ga nu naar de stad. Dus ik neem jullie mee. Oeh, veel licht. Nou, ik ben weer thuis zoals je ziet. En ik ga jullie even een paar dingen vertellen. Want ik heb dus een nieuwe winterjas. Die ga ik jullie zo gelijk laten zien. Van de Zara. En het kan natuurlijk niet zo'n dag zijn dat alles goed gaat. Dus wat gebeurt er? Nou, ik had een tas van de Primark. Want mijn andere was te klein, lang verhaal. En ik liep dus net door de stad. En opeens kraakt gewoon heel die, waar je het aan vastpakt. Die beugel van de tas. Je snapt me wel. In ieder geval, dat brak af. En ik dacht, kut, want mijn tas was zo zwaar. En ik liep dus helemaal met dat ding te prutsen. En het ging gewoon helemaal kut. En toen dacht ik, oké, ik ga even snel naar de Primark en dan haal ik hem opnieuw. Dus, ik heb ook nog weer dezelfde tas gehaald. Nou, dan zit hier gewoon zo'n ding. Maar ik had hem eerst met goud aan de binnenkant. En als je goed kijkt, zie je nu panterprint. En dat vind ik zoveel leuker dan dat gouden. Dus dit is helemaal top. En dan kun je denken, waarom haal je niet gewoon een goede waar de hendel niet van kapot gaat? Nou, daar had ik dus echt geen tijd voor. En ik wist dat ze die bij de Primark snel hadden, dus dat komt nog wel. Dit is mijn winterjas, jongens. Oh, trouwens, ik heb een hemd aan, want ik heb mijn trui uitgedaan. Want met fietsen krijg ik het zo warm, dus wow, ik ben zo verlicht. Zo, ik vind het helemaal mooi. En dit is mijn jas. Kijk nou, hier wil je toch gewoon mee knuffelen en slapen. Dit is zo chill. Dit is nep natuurlijk, nepbond. Ik vond hem zo leuk. Ik heb hem dus van de Zara. Doen we even aan. Lekkere teddy. Oh, teddyjas. Maar ik kon online niet echt hele leuke kleurtjes vinden. Dus nu heb ik deze hele huge jas. Ik laat het wel even zien in de spiegel, want dit ziet er wel heel overdreven uit. Dit is hem. Ik vind het echt super tof. En het lijkt heel groot, maar in het echt valt dat wel mee. Op camera lijkt het echt
ton is huge. Ik vind het helemaal top. Ik ga nu vandaag met school bezig. Ik ga nog theorie doen voor autorijles en zo. En ja, ik ga nog lekker douchen. En vanavond ga ik Hollands Next Topmodel terugkijken. Want ik moet elke maandagavond altijd werken. Dus dan kan ik dat niet kijken. Dus dat is wat ik ga doen. En ik ga dat ook niet allemaal vloggen. Want ik wil echt even goed bezig. En ja, dat zien jullie me straks alweer. Trouwens, ik heb nog een vraag. Of nou ja, ja, een soort van wel. Kijk, dit is mijn haar nu. En het is heel erg lang. Dus kan ik het beter in de spiegel laten zien. Kijk. Dit is mijn haar. En het komt dus tot hier. Ik ben op het punt, of ik heb het punt bereikt dat ik even niet goed meer weet wat ik met mijn haar moet. Weet je wel? Het zit nooit gewoon chill en dat dus. Dus wat vinden jullie? Want ik ga sowieso gewoon naar de kapper. Dat ik alleen de puntjes eraf haal. Of dat ik het echt een stuk korter ga doen. Let me know. Ik weet het niet zo goed. Ik denk waarschijnlijk alleen de puntjes. Maar ik weet niet. Ik ben ook wel een keer toe aan iets anders. Weet je wel, hier of hier. Nou, daar ben ik weer. Het is nog steeds dinsdag. En ik ben heel goed bezig geweest voor school. Ik heb nog theorie geleerd. En ik moet nu een pakketje op de post doen. En ik wou jullie eigenlijk laten zien. Kijk, ik verkoop dus mijn kleding. Nu ga ik naar zolder, want daar heb ik alles liggen. Het is superveel. Zo. Oeh, overlicht. Lekker lampje hier. Maar in ieder geval, ik verkoop dus mijn kleding. En nou ja, ik heb ook heel veel gedoneerd. En gewoon dingen waarvan ik denk, dat is echt nog wel leuk voor een tweede leven, zeg maar. Dat verkoop ik dus. Moet je één keer opletten, hè. Nou, dit is dus de doos wat helemaal vol zit met kleding. Kijk hoe groot. Dit is mijn hand. Het is echt huge. En ik heb dus nu even weer wat verkocht. Dus dit pak ik even eruit. En dat ga ik even zoeken. Oké, dat wordt nog een zoektocht. Verschrikkelijk. It's gone. Oh my god. Dus, dit is de trui. Vreselijk licht hier. Maar deze had ik dus verkocht. Maar in ieder geval, die ga ik nu even inpakken. En op de post doen. Dus dan neem ik jullie even mee. Trouwens, ik zie er echt niet uit. Ik heb echt nog mijn chill kleding aan. Nou mensen, dit is mijn zus. Schimmel. Ja, weet je hoe lang die er al ligt? Is er al zo lang? She's gonna be mad. Let op. Of gewoon niet open doen. Oké. Oké, ik ben weer terug van de Jumbo. Ik heb even een pakketje op de post gedaan. En het is nu 4 uur. Dus ik ga even een uurtje editen. En dan ga ik lekker eten. En dan ga ik douchen. En niks doen. Dus dat is ook eigenlijk niet bijzonder om te vloggen. Gewoon even me-time. Lekker Hollands Next Topmodel terugkijken. Gewoon lekker mijn haar wassen en zo. Dus ik ga nu even editen. Dit was vandaag. En tot morgenochtend. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 26 september. Als ik het goed heb. Bijna oktober alweer. En ja, ik ga hem even klaarmaken. En ik dacht, ik zet de camera even neer. En ik ga gewoon lekker met jullie even praten. Om de dag goed te beginnen, want ik moet me toch klaarmaken. Dus dat ga ik doen. Ik doe even zo'n super grote knip in. Vind ik super chill. Ik ga hem klaarmaken. Volgens mij ben ik zo wel aardig te zien. Maar goed. Vandaag heb ik weer school. Ik moet om 3 uur beginnen tot 6 uur. Dus ik ben, laat ik zeggen, 7:15 thuis. 7 uur. Dus dan ga ik zo hard vergaan van de trek. Oh, I can't. Dus ik ga sowieso nog wat even meenemen, zodat ik wel wat kan eten. Ja. Nou, het is nu, even kijken. Het is nu 11:45. Nou, 2 uur de trein. Dus ik kan me uitgebreid klaarmaken. Voor het eerst weer. Want de afgelopen dagen heb ik er echt als een zwerver rondgelopen. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, ik ben vandaag nog even bezig geweest met school. Ik heb mijn video, of de vlogbeelden van gisteren en maandag alvast geëdit. Zodat ik niet in één keer alles hoef te doen. Dat vind ik ook super leuk om te doen. Dus dat. En oh, ik laat jullie zo even mijn kledingkast zien. Want dit is zo erg. En ik heb zo'n struggle wat ik aan moet. Want ik vind gewoon bijna al mijn broeken niet leuk. Echt totaal niet. Dus ik draag ook bijna altijd dezelfde broeken. En nu vind ik het gewoon echt te koud voor een rokje of zo. Want ik heb ook nog geen panty. Dat moet ik nog even halen. Maar dat is zo'n struggle. Dus ik zit erover na te denken. Om een video te maken. Waar ik in die video dan heel mijn kast ga aanpakken. Ga opruimen. Dingen ga wegdoen. En echt streng ga zijn van oké, dit heb ik nu al 4 jaar in mijn kast.
elke keer zeg ik, nou, komt wel van pas. Ik doe het toch wel aan, doe ik toch niet. Dus dat soort dingen wil ik echt even goed doorpakken en wegdoen. Zodat ik weer een heleboel kan bestellen wat ik echt leuk vind. Dus dat is een beetje mijn punt van deze morgen. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Let me know als jou dat interessant lijkt. Om zo'n video te zien. Ik vind dat zelf altijd super leuk om te zien. Vooral op een zondag of zo. Lekker chill. Oh, ik haat het. Kijk. Allemaal foundation achter mijn nagel. Bleh. Vanavond even weer een masker op doen, want ik zit zo hard weer onder de pukkels. Hier en op mijn kin en zo. Morgen ga ik naar Lily's. Dat is dus die kledingwinkel waar ik een samenwerking mee heb. Uit Nijverdal. En ik heb er zoveel zin in, want dan kan ik weer wat kleding uitzoeken. Of één ding of een outfit. Ik kijk nog even. Maar in ieder geval dan neem ik jullie ook weer mee met vloggen. Dat is de eerste keer dat ik daar ook ga vloggen. Dat is leuk. Dus dan kunnen jullie het zelf ook zien wat ze allemaal hebben. Daar heb ik wel super veel zin in. En ik heb vooral zin in de sushi vrijdag. Want ik ga met mijn oma en mijn zus en mijn nicht en mijn moeder en die moeder van mijn nicht. Ik ga me lekker sushi eten om 7 uur. En daar heb ik ook heel veel zin in. En ik ga dan ook vrijdagavond de vlog afsluiten helaas. Want zaterdag moet ik de hele dag werken tot 5 uur. Van 7 tot 5. Dus dan kan ik wel gaan vloggen, maar dat schiet ook niet op. En ja, zondag moet het al online. Dus dan kan ik het mooi even editen. Dus daarom is het niet een complete weekvlog. Dus ik denk dat ik nog een keer vooruit ga werken met weekvlog. Zodat jullie wel gewoon elke zondag een video hebben. En niet halve dagen zien. Maar goed, ik ga verder. Zo, ik heb me klaargemaakt. Ik heb super leuke oorbellen in van Comme-moi. Echt, dat zijn zo erg mijn favoriete oorbellen. Ik ga even jullie mijn outfit laten zien wat ik aan heb. Ik heb een shirtje aan. Wat off the shoulder is. Echt mijn favoriete shirtje. En deze komt gewoon van de Primark. Hetzelfde geldt voor de riem. En ik moet zeggen, ik heb dus zo geen lange shirtjes. Of lange mouwshirtjes. Dat moet ik echt even regelen. Nou, dan heb ik een broek van de Only. En ik dacht, ja, ik kan wel mijn witte Adidasjes doen. Maar ik dacht, hé, we doen een keer lichtroze schoentjes aan. Vraag me niet waar ze van zijn. Ik heb ze ergens random gekocht. Super schattig roze. Dus dit is mijn outfit. Ik heb ook een heel leuk kettingje. Dit is echt mijn favoriete ketting van dit moment. Mijn favoriete geur. Welke geur ga ik vandaag op doen? Ik ga vandaag voor Modern Muse. Deze. Super lekker. Love it. Dit is de uiteindelijke look. Ik ga even eten maken, want ik moet zo naar school. En dan, ja, zien jullie me zo weer. Ik weet zo niet wat ik wil eten. Ik twijfel echt om mijn lipstift op te doen, maar mijn lippen zijn zo droog. Ik denk dat ik het dit keer niet ga doen. Ik heb zoveel zin in morgen, want morgen komt de winactie online op mijn Instagram. Maar goed, ik ga even eten pakken. Ik weet eigenlijk echt niet wat dus. Want normaal maak ik als ik brood eet, ei erop. Maar daar heb ik nu echt even geen zin in. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga even kijken wat ik ga eten. Dus, voor de mensen die altijd kritiek uit mijn omgeving hebben over dat ik dit smeerworst noem. Pew, 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 pew. Smeerleverworst, jongens. Dat is zo goed hetzelfde als smeerworst. Dus don't judge me dat ik dit smeerworst noem. Ik zeg smeerworst. En dat ga ik eten met crackers. Heel veel. Lekker. Perfecte kop. Even tv-geluid uit. Ik ben lekker mijn macchiato aan het opdrinken en vlogs aan het kijken. Ik ben wel benieuwd. Wie van jullie drinkt er koffie? En wie drinkt er dan ook echt zwarte koffie? Dus zonder melk en suiker. Heel veel zeggen, ja, als je met melk en suiker drinkt, dan drink je geen koffie. Ik vind het zo lekker. Ik vind zonder melk en suiker echt niet te ruiken. Kijk, deze is schuimlaag. Ik ga nu onderweg naar school, naar het station toe. En ik zie jullie straks weer. Ik ben net thuis van school. Het is 7 uur geweest. Ik heb net al gegeten. En ik ga nu lekker douchen. Want ik ben echt kapot. Ik heb zoveel hoofdpijn. Het is echt niet normaal. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga nu even lekker mijn tas uitpakken. De was opruimen. En douchen. Want daar heb ik echt even zin in. Dus tot morgen. Doei doei. Dus lieve mensen. Jullie weten dat ik klaar was met mijn haar. Ah, grapje. Als ik dit zou hebben... zou je zo hard elke dag gevliekt door het leven moeten. Want anders lijkt het net een kind van 4. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik heb me alvast opgemaakt, klaargemaakt, omgekleed.
En de winactie staat online op mijn Instagram account. Super leuk. Ik ga jullie even laten zien wat ik op mijn lippen heb. Want ik denk dat ik daar anders heel veel vragen over ga krijgen. En wat ik aan heb. En dan laat ik ook nog even zien wat je kan winnen op mijn Instagram account. Ik draag heel erg simpel een witte blouse. Met weer mijn ketting. Dan draag ik mijn zwarte flarebroek. Met deze grote blokhak. Verder draag ik deze super mooie lipstift van Catrice. De Ultimate Matte 090. Super fijn is deze. Dit is het kleurtje. Heel erg mooi en mat. Dus dat is de lippenstift van vandaag. En ik ga jullie nu even laten zien wat ik op mijn Instagram account dus heb staan. Wat je kan winnen. Oké. Nou, dit is dus mijn Instagram. Dit is wat je kan winnen. Dit kledingsetje. Deze. Deze. En deze. En dus dit kan één persoon allemaal winnen. Ik ga nog even mijn haar fixen. Want ik heb nog helemaal niet gekant of zo. Dus dat ga ik nog even fixen. En volgens mij ben ik overbelicht. Nou, whatever. Ik ga vandaag naar Lily. Hey, daar zie ik de hele week al. Of daar kijk ik al helemaal naar uit. Ik ga nog even mijn haar doen. En zo en zo en zo. En dan ga ik naar school toe. Dus jullie zien me straks weer. Nou, ik ben terug van school en ik ben in de Lily Store. En dit is Sanne. Yay! En ik mag weer wat uitzoeken, heel leuk. Ja, hoe ben je hier zo gekomen om dit te gaan doen? Wat heb je gedaan? Had je eigenlijk altijd al zo'n gevoel van, ik wil echt een eigen kledingzaakje? Ja, altijd wel een beetje, maar voor mijn gevoel bij heel veel mensen dat eigenlijk wel. Ik werkte zelf bij een andere kinderkledingwinkel. En ik heb een tijdje bij andere dameskledingwinkels gewerkt. En toen op een gegeven moment een andere winkel eigenlijk wel stopte. Toen dacht ik, maar dit is mijn kans en dit wil ik gaan doen. En zijn we eerst met alleen kinderkleding begonnen. En vervolgens ook dameskleding erbij. Ja, echt heel leuk. Dat gaat heel goed. Dat misten we wel in Nijverdal. Dit soort dameskleding vonden wij. Maar jullie hebben wel een beetje uitgebreid ook op een gegeven moment. Ja, toch? Het begon echt heel klein. We hadden daar, als je binnenkomt rechts, hadden we een hoekje. Ik ga zo nog wel even een toertje doen. En het waren echt twee rekjes. We begonnen met Alice Sisters, Colorful Rebel. Ja, echt zo leuk. En dan iedere keer meer. En op een gegeven moment kwam Lofies dat ze dus een winkels gingen verkopen. Toen dacht ik, dat moeten we. Ja. Dit is perfect. Maar ik weet nog wel dat het hier leeg stond. En toen liep ik langs. En toen zag ik op een gegeven moment dit. En toen zag ik al een etalage. En zo van, leuk. Maar ik ga zo even een toertje doen. Kunnen jullie ook zien wat ze hier verkopen. En dit staat gewoon in Nijverdal. Dus. Nou, leuk. Lekker dichtbij. Top. En net de nieuwste dingetjes zijn binnen. Dus krijg je elke week gewoon nieuwe dingen binnen? Ja. Of? Ja, elke week. Ja, chill. Oké, ik weet niet of je me hoort of je me ziet. Maar ik fiets nu naar huis toe. Het was super gezellig. Ik heb iets heel leuks meegenomen. Ik laat je wel even zien. Ik heb dus alleen kauwgom in mijn broek. Kun je het zien? Van het station. Super vies. Nou, ik ben thuis zoals je ziet. Ik ga jullie even... Ik wou het al bijna zeggen, de trui laten zien. Want ik heb dit keer een trui uitgekozen bij Lily. Superleuk, ik ga jullie even neerzetten ergens. Oké, jullie zien me nu goed. Ik heb dus bij Lily's weer wat uit mogen zoeken wat jullie net hebben gezien. Hun winkel is echt oprecht een leuke winkel. Alle kleding vind ik leuk. Je hebt Lofies, je hebt Naked, je hebt Marjorie, je hebt Colorful Rebel. Echt alle leuke merken. En kijk dit kleurtje. Ik bedoel... Want ik heb dus dit kleurtje nog helemaal niet. En dat wou ik echt. En dit is dus een trui van Lofies. En die verkopen ze daar. Superleuk. En nu denk je, wow. Maar je moet hem even aanzien. En hele leuke pofmouwen. Dus ik ga hem zo even aantrekken voor jullie. En ik vind deze zo leuk. Ik weet het, voor ik opmerk ga krijgen, kijk in de lens. Ik ga het echt proberen. Dus ik ga deze even voor jullie aantrekken. Kijk jongens, hoe... Mooi, ik vind hem echt zo leuk. Maar echt, I love it. Ah, ik hou zoveel van truien. Zo leuk. Oké, jongens, ik had nog beloofd om mijn kledingkast aan jullie te laten zien. Dit is trouwens, dit zijn allemaal truien. Er zitten er vier in de was en daarachter zitten ook nog allemaal truien. Is toch erg? Dit is echt, vooral dit. Oh my god, ik heb alles er gewoon in gepleurd. De vrouw fixen. Ik ga nu mijn make-up eraf halen, want ik heb echt een plamuur erop, joh. Poeh. En dan ga ik sporten en daarna eten, dus...
douchen en expeditie kijken. Dus ik sluit voor nu weer de vlog af. Jullie zien me morgen. Dan zien jullie ook mijn vriend. Dus top. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik zit hier met mijn ontbijtje. Weer yoghurt en melk. Ja, ik ga zo naar school toe. Over een half uur, dus ik moet wel een beetje opschieten. En ik heb de nieuwe trui aan. Als ik terugkom van school, dan ben ik met mijn vriend. En dan ga ik vanavond sushi eten met mijn familie. Ik ga even snel mijn ontbijtje opeten en jullie zien me zo. Ah oh, nee! Jij bent echt rot. Jij bent echt stom. Toen zag ik jouw camera in jezelf. Ah, oh, weet je hoe lang ik daar voor jou zat te wachten? Net die camera. Dit is Laurens. We gaan tv kijken. Ja, dat krijg je terug ook. Ik kan het wel hebben. Echt niet, jij kan er niks aan. Wat heb je gedaan met je lip? Tanden door de lippen. Tanden door de lippen? Hoe kan dat dan? Brekken en alcohol, dan krijg je eruit. Wat? Brekken en alcohol. Oké, voetbal heet dat. Wat lekker halen voor Floor? Nee. Ja. Hi. Hi. Oh, zag je dat? Een koekje? Ja, helemaal lekker. Ja, ik zie jou staan. Jammer. Ja, wie eet zijn koekje ook zo? Laurens, klein lichte bel. Hey mensen, zoals jullie zagen was ik met mijn vriend. Hij is er nu nog steeds, maar ik moet een beetje opschieten wat ik heb klaargemaakt. Ik moet nu echt weg, want we gaan sushi eten en anders kom ik te laat. Ik heb een topje aan van La Lunette met een tijger, superleuk. Ik ga nog zo'n heuptasje omdoen, zo'n zwarte. Mijn skaterrokje, een panty en mijn grote boots van Most Wanted. En ik ga er nu echt snel vandoor, anders kom ik te laat. Dus doei! Zo. Lavendjes aan de cola. Hoi, ik zit hier met Iris. Hoi, sushi. Mijn zus. Iris is mijn nicht. Yes. Kun je misschien wel zien? Ja, lijkt wel een beetje sushi. Oké, en wij hebben wat besteld. Oh, mij is al lekker lumpiaatjes. Lekker. Ja. Lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, oh heerlijk. Lekker, toetje. Heb je crème brûlée besteld, hè? Oh, yummy! Beetje vanille. Dat ziet er wel echt heel vies uit. Je moet echt even proeven, hoor. Dit is toch sesam? Ja, sesamijs. Maar je denkt echt dat het echt niet lekker is, maar... Oké. Okay. Het is soort vanille. Ik moet het ook wel proeven. Ja, ik vind het echt lekker, maar... Heel apart. Mag ik even proeven? Ja. Het is een beetje anijs. Hey lieve mensen, het laatste wat jullie van mij hebben gezien is dat ik gisteren met mijn familie sushi aan het eten was. En ja, daarna was ik heel moe en ben ik naar bed gegaan. Want ik moest vanochtend om 6 uur uit bed en werk van 7 tot 5. Dus ik ben ook net terug en dat zien jullie ook wel. Dus ik sluit voor nu de vlog even af. Dan kan ik hem editen en morgen staat hij dan alweer online. En dan ga ik vanaf morgen ook weer verder met de volgende weekvlog. Dus doe zeker even een duimpje omhoog. In ieder geval abonneer je ook eventjes op mijn kanaal om de weekvlogs niet te gaan missen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!